De Centrale Bank van Suriname heeft per gisteren de vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van wisselkantoor verstrekt aan International Money Exchange NV niet verlengd. De moederbank zag zich verplicht tot deze stap omdat het wisselkantoor artikel 5 lid 1c van de wet toezicht geldtransactiekantoren 2012 zou hebben overtreden. Dat artikel geeft onder meer aan dat door de onderneming verstrekte jaarrekening of openingsbalans een getrouw beeld moeten geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de rechtspersoon. De wet geeft verder aan dat een jaarrekening of openingsbalans moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid van de gegevens daarin, gewaarmerkt en ondertekend door een externe accountant. Het niet verlengen van de vergunning aan International Money Exchange, NV, heeft als gevolg dat het bedrijf niet meer kan opereren als wisselkantoor.